We zijn weer in Polen. Eigenlijk nog niet. Maar over een paar meter zijn we in Polen. En we zagen net al grenscontroles staan. We kregen al wat signalen van de winkeliers hier dat er best wel veel gecontroleerd wordt de afgelopen tijd. Helaas. Dus er wordt geen Mac de grens oversmokkelen. Ja, kijk, het is echt veel politie, man. Ze hebben zo'n tent neergezet. Ja, er staat inderdaad een, ja, tegen de warmte, denk ik. Check dat. Een hele tent. Daarachter politie. Ik ga helemaal. En ze controleren natuurlijk niet alleen op vuurwerk. Zo, dit is echt heftig, man, dit. Kijk dit. Dit is nog nooit zo geweest. Ik dacht even, staat te pissen tegen dat hokje. Lijkt wel een douane, man. Zo, ze hebben zelfs allemaal kantoortjes hier staan, gek. What the fuck? Ja, dat is niet normaal. In deze vlog gaan jullie veel zien. Shoppen, stoken, alle andere dingen. Ik wil gewoon even een ouderwetse vlog voor jullie maken. Het eerste wat we nu gaan doen, denk je, is even naar de markt. Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk ook tassen, maar ja, we hoeven nog niet naar het hotel. Dus ik hoop dat jullie in ieder geval zin hebben in deze vlog. Laat alvast even een like achter. En vergeet niet te reageren, want we maken toch weer die trip na al die tijd, jongens. En we zijn in Polen, bizar. En het blijft gek, het is september. En dan zie je zo'n groot bord met fire feuerwerk. Dat hangt er dus het hele jaar. Wat ik dus daarnet wilde zeggen over die controles. Ze controleren natuurlijk niet alleen maar vuurwerk. Ze controleren voornamelijk ook wapens, drugs. Messen, drugs. In Nederlanders, die zijn heel berucht, hè? Nee, vooral Duitsers, vriend. Oh nee, wacht, maar dat is meestal de andere kant op, hè? Ja. Dat is meestal als je Duitsland inkomt. Vanaf Nederland. Ja, daarom werden wij ook niet eruit gepikt. Maar als we nu de grens over zouden gaan, denk ik wel dat we eruit gepikt zouden worden. Ja. Hier is de bekende Mac. Waar we alle trips echt... Dit is het belangrijkste van een hele trip namelijk. Ja. Dus we gaan nu even naar de markt. Op zoek naar vuurwerk. Nou, het is behoorlijk warm hier op de markt. Messen, alles te vinden. We zijn nu even op zoek naar het vuurwerk. En eigenlijk ook naar een tentje waar we mogen filmen. We hebben geen zin meer in discussie. Maar je ziet het allemaal merkkleding. Zogenaamd. Net zoals in Tsjechië. Zoals ik net ook al in de auto zei, jongens. Het is momenteel 34 graden. Je voelt het echt. Nou, kijk even bij de AirPods. We gaan dus even op zoek naar een vuurwerkshop. Waar we dus ook mogen filmen. Dus als het goed is, hebben jullie in een andere video al kunnen zien. Dat er hier ook vuurwerk te vinden is. Want we staan hier letterlijk op de markt. Jullie zien het bewijs. Nou, daar worden de vogelhuisjes verkocht. Nou, hier wordt dit verkocht. Het is ook wel interessant om zo even te spelen. Kijk dan. En allemaal knallers. Ook op, ja, zoals jullie kunnen zien, F3 is hier ook nog gewoon toegestaan. Die 8 toen, 5 gram. Ook P1. Dus ook de P1 knallers liggen hier nog. Er komt even een ratelbandje langs. We gaan nu op dit moment even naar de Funkenstore. Want nou, zoals jullie net hebben kunnen zien in deze vlog. We zijn net aangekomen. We zijn even naar de markt gegaan. Het is nog steeds 33 graden. Dat is echt bizar. Voor Polen dan. Want bij ons is het volgens mij 23. En dan is het hier in één keer warm, weet je. Dus, maar nu gaan we even naar de Funkenstore. Want normaal gesproken zijn we te laat om daar nog langs te gaan. En ik heb ook vernomen dat Funken best wel veel nieuwe producten heeft dit jaar. Dus daarom is het interessant om even voor jullie ook daar langs te gaan. Wat hebben ze nieuw? Misschien kunnen we wat meenemen om nogmaals later in deze video wat te gaan stoken. Maar goed, we moeten wel even uit gaan kijken. Want met dit weer stoken is daarentegen ook weer heel gevaarlijk. Kijk, en daar zie je het al. Funken Fireworky. Naar links. Ik ben heel erg benieuwd, man. Misschien zijn deze ook eerder dicht. Maar goed, die winkel van net had ook een airco. Dus... Oude vertrouwde Funkenstore. Zijn nou twee deuren tegenwoordig? Ja man, hier zat geen deur ooit hoor. Zat altijd daar. Mooie cakejes. Veel meer producten ook. En je ziet het nu, september, dan is alles gewoon op voorraad. Als je hier later komt, dan is het echt moeilijk. Kijk hoe mooi Funken weer heeft aan de slag is geweest. En het zijn gewoon echte producten die in de winkel staan. Hè? Het zijn echt zwaar ook. Dus het zijn geen dummies. Gewoon echt vuurwerk. En wij zijn hier nu als enige in deze winkel. Dat komt echt door de tijd. Het is zo warm. Het is echt bizar. Dus hier ook pijlen. Het is wel verleidelijk om wat mee te nemen. Wat zijn dit voor dingen? Ja. Ja, moet je kijken deze.
mooie cakejes. Ziet er goed, goed georiënteerd uit. En als je hier ook even filmt, want ik weet dat jullie altijd heel erg geïnteresseerd zijn naar de knalletjes. Dan zien we ook heel veel Belgische producten. Waaronder de Zena Trueno nummer 2. Die Trueno was Spaans volgens mij, ja. Van Salon Roger. Dus eigenlijk Engels, Belgisch. Maar van Salon Roger, besef. Blijf ziek dat dat dan hier terug te vinden is. En hier nog met een Zena. Bisons bijvoorbeeld. Oh ja. Nou, die kennen we ook wel, hè. Ja, ze moeten toch op, hè. Ja, en dan blijft het natuurlijk ook grappig om te zien dat hier gewoon Nederlands tekst op staat. Dus je kan bij de grens zeggen van, hé, is dat Nederlands? Pirates. Ook allemaal weg natuurlijk. Jullie kennen de situatie. Rookbommen. Pijlen. Oh ja, deze vergeten we bijna gek. Moet je deze in dit blok zien? Fireball. Ik zei net ook tegen hem... Vorige keer hadden ze het niet, toch? Nee man, Fireball hadden ze niet. Maar ik zei net ook tegen hem van... hoe bizar is het, hoe graag wij deze willen met Oud en Nieuw. Maar ik weet dat sommigen nog steeds twijfelen daarover. Alleen, wij nemen nooit vuurwerk mee over de grens vanuit hier. Omdat het gewoon te veel risico is. Maar hoe graag zou ik het wel willen? Dat kan helaas niet. Ik zie daar trouwens ook nog wat leuks wat we net ook lieten zien op de markt. Die Tropic Screen. Dat is hier alweer iets goedkoper, 40 euro. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon de normale prijs. Dat is de normale prijs inderdaad. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Titanium Salute Screen. Even kijken, die andere zien er ook interessant uit, hè? Die daarnaast? Die, ja, die Sound andere drie. World. Lijkt een beetje erop. Ja, heel goed. Ja, kijk, en ook nog, daar zijn ook heel veel vragen naar. Je ziet hier dus nu nog die luchthuilers, hè, van jaren geleden. Die zouden eruit gaan bij ons, maar hier verkopen ze gewoon nog. Kleine Dumbum Classic, F2. Ja, F2 is natuurlijk om te huilen. Ja, het is nog steeds beter dan bij ons, maar goed. Mooie winkel, we gaan hier ook wat kopen. Zien jullie later in deze vlog terug wat we gaan stoken. Want we gaan denk ik gewoon even naar een stookplek. Maar goed, we zijn niet eens ingecheckt in het hotel nog. Zo, ja jongens. Dit zijn dus dezelfde als de Funke Scream, zegt zij. This is 39 euro's, right? Yes. Oh ja, 39 euro jongens voor deze. En, oh ja, Pyro Moravia, dat is ook een bekende natuurlijk. Zijn mooie designs. Die hebben ze nieuw hier. And they have another effect. It's not the same, it's another effect. Okay, but all with scream. Yes. Het is allemaal gillers jongens en jullie weten dat wij die altijd in de compilatie hebben overdag, omdat ze ook gewoon in Nederland mogen. Ja, jongens, aan de rechterkant weer de welbekende vuurwerkwinkel, hier zo. En die man werd ooit ook een keer helemaal gek op ons, dus daar gaan we ook niet filmen. Loopt hij nou in? Oh, ik dacht even dat hij in de K-box liep. Ja, dat was gewoon een stofzuiger, Rick. We zijn op de hotelkamer, zoals jullie zien. Het is helaas wel warm, want er zit geen airco hier. We hebben wel een mooi uitzicht. En als je naar de lucht kijkt, zou je eerder geloven dat het Spanje of Griekenland is dan dat het Polen is. Iedereen loopt ook in korte broeken buiten en zo. En dat is nog best wel een dingetje, jongens. Want ja, wij willen heel veel gaan stoken hier, omdat we dus zijn uitgenodigd door bepaalde winkels. Maar het is gewoon wel super gevaarlijk, zeggen die gasten zelf ook, dat er bosbranden ontstaan. Want vorig jaar in de Polentrip heb ik ook al gezegd, ze zijn daar super streng op. Als je bijvoorbeeld een bosbrand aansticht of aanricht door het vuurwerk, dan zit je sowieso een jaar vast en ben je iets van 10.000 euro kwijt aan boetes. En daar moeten we echt heel erg mee uitkijken. Dus als we bijvoorbeeld iets mee kunnen nemen van vuurwerk, wat we nu trouwens ook al hebben vanuit die andere video's, dan moeten we goed uitkijken dat waar we staan, dat daar niks in de fik kan vliegen. Maar ja, vanwege de hitte zal het sowieso niet zijn dat we hier met gekke dozen kunnen gaan staan. Want ja, iedereen weet het wel natuurlijk. Bij compounds en bij cakes vallen er altijd wel een paar vonkjes naar beneden. En dat zal maar net in riet belanden. Ja, aan het wachten op de lift, jongens. Zo, je deur ligt eruit, hè? Waar zo? Oh, daar staat hij inderdaad. Maar waarom zit iemand letterlijk bij mijn auto een andere auto in? Precies. Het is ongelooflijk jongens, maar we zitten weer bij de Mac. En natuurlijk, voor de vaste kijkers, heb ik de Wish Mac gehaald. En natuurlijk deze burgertjes. Hij moet nog even wachten op zijn bestelling. Lekker rustig in deze Mac. Dat is wel eens anders geweest, toch? Dat is zeker wel eens anders het is geweest. Het is even druk als in de... Ja, ik denk 2 uur later en het is feest, hoor. Het is even druk als in de Funke Store. Het is weer een andere dag.
gisteren hebben we niet heel veel bijzonders gedaan. Wat wel bijzonder was, was dat we de grens over wilden gaan. Om even naar de supermarkt te gaan, want die heb je hier namelijk niet. Alleen maar Poolse supermarkten. We wilden dus de grens overgaan en toen werden we dus aangehouden door grenscontrole. Dus het is hier echt gigantisch vol nu met grenscontroles. Niet alleen maar vanwege vuurwerk natuurlijk, maar ook vanwege andere dingen wat we al eerder in deze vlog hebben verteld. Helaas heb ik niks op beeld kunnen brengen, want het was zo ineens uit het niets abrupt dat we aan de kant werden gezet bij die tent. Maar het bewijst wel dat ze best wel streng zijn aan de grens momenteel met controles. Even plan de campagne, want we zijn op dit moment uitgecheckt bij het hotel. En dat komt omdat het momenteel 35 graden is. De markten zijn allemaal een uurtje of twee gesloten. Dus we hebben hier heel weinig te zoeken verder. We gaan dadelijk nog wel even stoken. Dat gaan jullie zo meteen in de video zien. Maar ook het afsteken is levensgevaarlijk. Zelfs een cake, omdat er altijd natuurlijk brandende delen uitkomen, is momenteel gigantisch gevaarlijk om je daaraan te wagen. Dus dat betekent dat we zijn uitgecheckt. En ja, we gaan nog zeker wel een trip maken. Maar vertiefd is het wel. Stikt hier van de wespen, gek. Wauw. Oké, nou in ieder geval, we zijn dus uitgecheckt. We gaan dadelijk naar die andere markt. Waar we jaren geleden ook waren met Martin. Dat was wel altijd een gezellige markt, hoor. Die was meestal nog de betere eigenlijk. Precies. Met Vikov. We gaan ook naar Pyro Power, dat is een winkel. Ik heb contact met die gozer gehad. Dus die heeft gezegd, kom even langs. Kan je alles filmen hier zo. Dus dat gaan we zo meteen aan jullie laten zien. Maar het is dus zo warm dat alle markten om 2 uur 's middags al sluiten. Stoken kan niet, omdat het overal is het gras gewoon bruin van de droogte. Dus je kan ook gewoon niet gaan stoken. Want als je hier een brand veroorzaakt, dan hebben jullie denk ik een jaar lang geen video's op PTD. Maar ongelooflijk, man. We zijn hier wel eens geweest met min 15. Ja, het ding is gewoon, die markt is gewoon dicht. En althans, na 1 uur ongeveer. En ja, je kan eigenlijk gewoon niet echt afsteken in de bossen. Nee, want normaal gesproken gaan wij, zoals jullie weten, de bossen in. En daar stoken we dan. Maar dat is nu zo droog. Ja, dat gaan we niet riskeren, man. Het is echt risicovol om dat nog te doen. Ze zeiden bij de winkel zelf ook al dat het ook momenteel niet toegestaan is om af te steken. Precies. Dus dan... Dus wij gaan even een plein opzoeken. Dat ene plein waar we heel lang zijn geweest, vroeger. De kerstbomen staan hier al klaar, jongens. Die heb ik ook een keer met Ruben gestookt. Hij heeft wel ziek, hè, vorige keer. Bij dat plein, daar hebben we vroeger heel veel gestookt, jongens. We gaan nu even met een leuk tasje erheen. En even kijken of daar niet te veel stro en zo is. Wat in de fik kan vliegen. Kijk dan, jongens. De oude vertrouwde plek waar we altijd gingen stoken. En wie van de bazen herkent dit? Want hier lag toen ijs. Toen hebben we daar nog rookbommen onder het ijs afgestoken. Maar je kan zien hoe laag het water staat. Want vanaf daar kon je het ijs oplopen. Crazy robots. Niet die wij gewend zijn qua hoe ze eruit zien. Maar ze zijn wel P1. Van Triplex. Met de PTD-toorts, jongens. Crazy robot P1. Goeie knallen op zich. Ik hoop dat jullie het goed op beeld kunnen horen. Zo. Schoot een stuk weg, gek. Ja, die zijn wel hard, man. Zo. Er schiet er wel heel veel gips weg, jongens. Kunnen we nu even gaan naar de Killer Bulldog, ook van Triplex. Ook P1. Lijkt een beetje op Dumbum. Maar die kunnen we op deze manier, gaan stoken. Deze. Ook hard, hoor.
hele goede knallen. Dus jongens, op dit moment zijn we weer onderweg. We gaan richting de oude markt, waar we een paar jaar geleden ook zijn geweest. Die markt waar toen Martin ook zat. Ja, daar heb je nu ook winkels zoals Vicoff, Pyro Power dus, wat ik net zei. En daar gaan we nu even checken. En ook vooral omdat ze hebben gezegd, kom even langs. En ja, ze hadden ook wat voor ons klaarstaan, dat soort dingen. Dus daar gaan we zeker even kijken. We gaan ook op zoek naar daar het zwaarste vuurwerk. Want hier in Suplice... Daarnet zagen jullie natuurlijk dat er onder andere Cobra's te zien waren, Shells, Zinkies. Ja, dat vond ik best uniek. Ik denk dat dat daar niet zo is, maar goed, je weet het niet. Weet je nog vroeger, bij Vicoff stonden gewoon die triktraks allemaal daar op een rijtje, man. Jaren geleden wel, ja. Wat een tijd, man. Dat is wel heel vet inderdaad, gek. Ja, die gaan we helaas niet meer terugzien, denk ik, die tijd. Maar we gaan wel even kijken wat ze daar hebben. En jullie gaan dadelijk het hele bekende beeld zien. Namelijk, zoals Ruben ooit heeft gezegd... Eiffeltoren op zijn kant. Juist. Ik wist precies wat je ging zeggen. Ja, kijk, dat is hem. Het is wel altijd echt een ziek beeld om hier te komen, man. Je voelt dan wel gewoon gelijk van... Ik weet niet, man. Het is een soort het Baarle van Polen of zo. Ik hoop niet dat dat de toekomst wordt, want die winkels zijn nu allemaal met problemen. Maar... Oh ja, en dan denk ik wel dat daar weer grenscontrole staat, man. Jullie hebben het gezien eerder in deze video... Er staat zeker controle op die andere markt. Ja, dan staan ze hier rechts. Precies. Ik heb ze wel heel vaak gezien namelijk. Precies. Laatste tijden zagen we ze wel. Nu niet, hè? Helemaal niks. Gek. Ach ja. Je moet wel even naar rechts, gast. Nee, geen ene auto. Dat is ziek. Normaal staat er op zijn minst eentje hier zo. Dus nu kunnen we even wat shells meenemen, man. Geintje, jongens. Maar... Ja, kijk, je ziet daar ook de benzineprijzen. Oh, kijk dan. Dat is hier naar links, toch? Ja, man, kijk die benzineprijs. €1,36 per liter. Oh ja, is voor Polen veel, hè? Ja, het was eerst 45 cent goedkoper nog. Wij waren hier ooit, jongens, toen wij hier vaak kwamen in dit stuk, hebben we voor 90 cent per liter getankt. Kijk, en hier heb je ook weer vuurwerk, jongens. Ik weet het nog. Volgens mij aan de linkerkant stond vuurwerk. Ik ga er wel even kijken. Wat dan? Kijk dan, jongens. Ook allemaal vuurwerk. Zena Mammel. Maar er is wel meer vuurwerk te vinden dan een paar jaar geleden in ieder geval. Niet het zware wat we altijd gewend waren. Iedere shop heeft tabak en vuurwerk. Dus dat is wel positief. Zoals jullie zien is het momenteel alweer donker. We rijden net Nederland binnen. Dat betekent dat deze trip er alweer op zit. We wilden eigenlijk wat langer gaan, maar vanwege het weer dus is het wat korter geworden. Maar dat betekent wel dat jullie een trip van ons te goed hebben, want we willen wel even nog een trip maken binnenkort. Die komt er dus nog aan. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog en ook naar de andere Polen video's. Er komen nog wat Polen vlogs aan, want we hebben niet alles in de video gedaan. Is hier een tekstje? We hebben niet alle beelden in de video gedaan, dus er komen nog wat stookvideo's aan. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.